Een kwikbarometer mag nooit zomaar van de wand af worden gehaald en plat worden neergelegd. De vloeistof trekt dan door de kwik heen en moet dan weer opnieuw schoongemaakt worden. Om dit te voorkomen, duwen we de barometer opzij. Wat er dan gebeurt, is dat de vloeistof zakt terug in dit reservoir. En het allerbelangrijkste is dat de kwik zich vult in het bovenste reservoir helemaal tot die vol is. Pas op dat moment haalt u de barometer van de wand, zodat u hem plat kunt neerleggen en eventueel vervoeren. U kunt hem dan vanuit die stand direct ophangen en de vloeistof zal weer teruglopen. Het kan gebeuren dat er een luchtbel in de vloeistof ontstaat. Die kunt u verwijderen door de vloeistof weer terug te laten lopen, door de barometer schuin te laten en weer terug vult hij zich weer goed. Weer een luchtbel, nog een keer proberen. Wanneer u de barometer niet schuin kunt krijgen, kunt u hem ook eerst van de wand afhalen. U helpt de barometer naar achter, waardoor ook weer de vloeistof in een rap tempo terugloopt. En ook weer het belangrijkste, de kwik vult zich in het reservoir helemaal tot bovenaan. U legt de barometer plat voor vervoer en zo kan er niets gebeuren.